Dit is Drenthe Nu van woensdag 16 oktober. Met vanavond zorgen over kwaliteit van ziekenhuiszorg in Drenthe. Nieuw eethuisje opent in het centrum van Coevorden. De kazerne in Havelten wordt verbouwd. En de dag begon koud, maar aan het eind van de middag klaarde het op. En steeg de temperatuur toch nog naar zo'n 17 graden. Roel Lubbers maakte deze prachtige foto vanochtend in de buurt van Rode. Loes vertelt straks wat het weer de rest van de week gaat doen. Goedenavond. De ziekenhuiszorg in Drenthe staat onder druk. Dat blijkt uit een nieuw rapport waarin de ziekenhuizen in Noord-Nederland onder de loep zijn genomen. De acute zorg, de financiële situatie en het personeelstekort zijn kwesties die dringend aandacht vragen. Nu de extra coronasubsidies opdrogen en steeds meer spoedzorglocaties worden gesloten, willen de onderzoekers van dit rapport wel eens weten hoe de ziekenhuiszorg ervoor staat. En dat viel tegen. Nou, ik denk dat onze studie wel gewoon goed aangeeft dat de uitdagingen niet mild zijn. En dat wisselt wel per regio, maar elke regio heeft zijn eigen hoofdpijndossier wel. Dus ik denk dat eigenlijk een oproep is aan alle regio's om eens even goed te gaan nadenken. Ja, en dus ook zeker die van Noord-Nederland? En ook die van Noord-Nederland, zeker, ja. Volgens de onderzoekers staat de ziekenhuiszorg hier meer onder druk dan in de rest van Nederland. Wettelijk is bijvoorbeeld vastgelegd dat een patiënt bij een levensbedreigende situatie in 3 kwartier bij een ziekenhuis moet zijn. Dat staat volgens het rapport in Noord-Nederland onder druk. De acute spoedzorg is verenigd in het regionaal overleg Acute Zorgketen Noord-Nederland, het ROAS. En ook zij zien dat het anders moet in de toekomst. Het ROAS onderschrijft de conclusies van het rapport. De acute zorg gaat vastlopen als we niet snel wat veranderen. En volgens het ROAS ligt de oplossing in het al eerder doorverwijzen van patiënten naar specialistische zorg. Dus al voordat ze bij de spoedeisende hulp terechtkomen of in de ambulance liggen. Er gaat volgens het ROAS voor patiënten heel veel veranderen, maar ze zeggen dat de kwaliteit van zorg voorop blijft staan. Ook is volgens de onderzoekers de financiële positie van ziekenhuizen in het noorden slechter dan in de rest van het land. Wat betekent dat zij slechter kunnen inspelen op nieuwbouw of innovaties. Volgens de onderzoekers moet ook daar de oplossing gevonden worden in betere samenwerking. Nou, wat je er misschien van kan merken is dat de regio's even goed moeten gaan nadenken over hoe gaan we dit nou met z'n allen goed inrichten. En ook even goed nadenken over al die 3 facetten. Dus in de toekomst kun je merken dat besluiten moeten worden genomen over hoe we dit gaan doen. En ja, hoe die worden genomen en wat er gaat gebeuren, dat kan ik nu nog niet zeggen. Aannemer Houten Huus, die meerdere huizen bouwt voor het Lievingenveld in Bijlen, heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Midden-Drenthe. De aannemer eist dat de gemeente de voorwaarden van de verkoop van 4 starterswoningen versoepelt. Naar eigen zeggen kan hij aan de huidige voorwaarden niet voldoen, waardoor de bouw is vastgelopen. De gemeente Midden-Drenthe heeft juist scherpere voorwaarden gesteld, omdat ze vreest dat de aannemer failliet gaat en de kopers met lege handen staan. Inmiddels willen 3 van de 4 kopers geen huis meer kopen van de aannemer. In de binnenstad van Assen mag de politie nog een jaar langer preventief fouilleren. De maatregel werd vorig jaar ingesteld naar aanleiding van meerdere steekincidenten. Burgemeester Oud verlengt die nu met een jaar, omdat het aantal incidenten nog steeds hoog is. In het afgelopen jaar zijn er 8 fouilleeracties gehouden. Van theaterdirecteur in Stadskanaal tot cafébaas in Coevorden. Zaterdag opent Riette Kruijzen het Garnizoenshuis, haar eigen theehuisje, in een wel zeer markant pand in de stad. Franse stoeltjes, veel planten en oude meubels. Kruijzen heeft de inrichting met aandacht aangepakt. Ik heb heel erg gekeken naar de stijl van het pand. Dus ik hou heel erg van oudere spullen, zeg maar. Dus van vintage spullen. Ik heb spullen uit de jaren 50. Ik heb een oude treinbank van 70 jaar oud. Dus allemaal spullen met een ziel, met een karakter. In het monumentale pand, ook bekend als het geveltje, woedde 4 jaar geleden een grote brand. Na een forse renovatie is de schade nu hersteld. De oude balken zijn nog bewaard geweest. De balken dateren uit 1610. En zijn heel mooi door de aannemer afgeschaafd. En waardoor het wel de oude stijl nog heeft, maar wel mooi is afgewerkt. Er is 1 balk die verloren is gegaan bij de brand en die is vervangen. Maar het geeft een hele warme uitstraling en maakt het pand wat mij betreft heel authentiek. Een grote ommezwaai om de horeca in te gaan als theaterdirecteur, dat valt volgens Kruijzen wel mee. Uiteindelijk gaat het in theater gaat om beleving, om mensen een leuke tijd te geven. Het gaat om ontmoeting en gezelligheid. En dat is natuurlijk in de horecazaak is het ook het geval.
En het leukste van een theateravond vond ik altijd het moment dat ik tussen de gasten op de vloer stond. Dus daar word ik heel blij van. En dat ga ik nu continu doen. Vanaf zaterdag is het garnizoenshuis in Coevorden geopend. Nou, wij focussen vooral op crêpes, galets. Dat zijn zoet en hartige. Daarnaast hebben we ook borrel, high tea. En vooral veel lekker uit. Ja, mensen zijn heel nieuwsgierig, dus die staan inderdaad met handen en neuzen tegen het raam aan. Dus elke keer als ik het raam gewassen heb, dan heb ik de volgende dag weer neusafdrukken erop. Dus dat vind ik heel leuk. Mensen zijn heel benieuwd wat het gaat doen. Defensie hoopt in 2027 te kunnen beginnen met de renovatie van de Johannes Postkazerne in Havelte. Concrete ontwerpen zijn er nog niet en de planning staat nog niet geheel vast. Maar mensen uit de omgeving kunnen vandaag alvast wat vragen stellen over de plannen. Wij hebben plannen met de Johannes Postkazerne. Alleen we willen ook de omwonenden gaan informeren. De omwonenden die mogelijk in de komende jaren last ervan gaan krijgen. En die willen uitnodigen om de komende jaren in de werkgroepen mee te gaan denken van hoe kunnen wij het een en ander oplossen. Zodat iedereen ook zich gehoord voelt in de plannen van Defensie. Wat kunnen mensen ervan gaan merken? Vrachtverkeer. Met aanvoer van bouwmaterialen. Er zijn de scholieren die er last van hebben. Nou, dan kunnen we daar tijdblokken afspreken dat we wel komen of dat we niet komen. Gaan mensen die naar deze bijeenkomst komen bijvoorbeeld al echt al schetsen zien van wat er gebouwd gaat worden? We kunnen nog verder niks laten zien. Medio volgend jaar hebben we wel een plattegrond hoe het ongeveer uitkomt te zien. En de eerste schop in de grond, zoals ze dat noemen, is vanaf 2027. En we zijn klaar rond 2032. De spitsbus tussen Emmen en Hogeveen keert weer terug. De bus heeft in het verleden al tussen beide plaatsen gereden, maar door weinig animo is hij in 2012 geschrapt. De terugkeer van deze lijn stond hoog op het lijstje van ondernemers in beide steden. En ook het onderwijs en de zorg vroegen om het herstel van de verbinding. Het is de bedoeling dat de spitsbus vanaf juli volgend jaar weer gaat rijden. Kinderen van 12 basisscholen in de gemeente Westerveld hebben het Drents-Friese Wold opgefleurd met kunstwerken. Ze zijn gemaakt van natuurlijke producten, schors en mos. Daar hebben we een diveheersbeest onder een paddenstoel gemaakt. En daarboven hebben we een leuk konijntje gemaakt. Wat zijn jullie hier aan het maken? Een huis voor kabouter Plop. En het is al een groot huis, of niet? Ja. Ik vind ook wel dat je binnen mag spelen, maar het is ook wel leuk om in het bos te spelen en om buiten te spelen. De route is vandaag officieel geopend aan de rand van de camping in Diever. Goed nieuws voor de rasechte voetballiefhebber, want de Oude Meerdijk ruilt de kunstgrasmat weer in voor natuurgras. FC Emmen wilde eigenlijk dit seizoen al echt gras in het stadion neerleggen, maar dat was financieel nog niet mogelijk. De kosten voor een nieuwe grasmat zijn ongeveer 8 ton. Bovendien is het vanaf volgend seizoen in de Eredivisie verplicht om natuurgras te hebben. Dus met deze nieuwe mat ligt eventuele promotie in ieder geval niet aan het gras. De namen die de boeren vroegen aan de paden in het Harresbos bij Smildegaven zijn officieel geworden. Ellie ging kijken bij de nieuwe plaatsnaambordjes. Zeker, dit is prachtig. Jongens, ik zie een resultaat en hier een hele positieve reactie. Mijn vindt het prachtig. Want eerder dan lopen ze dat altijd bij me nog. Zeggen ze, ik ben over de Eigenlaan lopen. Of bij wijze van spreken de Eerste Kruislaan. Ik noem maar wat. En door heb ik dat zien. Dan kun je wat naam geven. Drenthe kan zich weer opmaken voor een grote militaire parade. Want na 10 jaar keert de Liberty Tour terug. Tot 150 militaire voertuigen rijden volgend jaar ter ere van 80 jaar bevrijding door Drenthe. Na 10 jaar afwezigheid keert de Liberty Tour weer terug naar onze provincie. Na 2010 en 2015 is dit de derde keer dat het bevrijdingsfeest wordt georganiseerd. In 2020 zou de optocht ook door Drenthe trekken, maar corona gooide roet in het eten. Tussen 4 en 13 april kunnen veel Drentse dorpen en steden zich opmaken voor een rijdend museum. Zoals tijdens de eerste editie ook het geval was. Dat er zoveel museumstukken nu van het zuiden naar het noorden gereden zijn, dat is ook nog nooit eerder vertoond. Het is echt voor het eerst? In deze hoeveelheid, ja. Ja, het is voor het eerst. Want hoeveel wagens rijden er nu achter elkaar? Op dit moment een stuk of 80 à 90. En de variatie aan voertuigen is groot. Jeeps, tanks, motoren en zelfs vliegtuigen. Ze zijn volgend jaar allemaal terug te zien. De voertuigen die meerijden in de optocht hebben een bouwjaar tussen 1935 en 1945.
En ook de militaire muziek kan natuurlijk niet ontbreken. De stoet trekt onder meer naar Coevorde, waar de verovering van een brug wordt nagebootst. En de festiviteiten gaan verder dan alleen op de grond, want ook parachutisten gaan hun opwachting maken. Hier bij de Havikshorst is het bos nog best wel gruin en het is ook nog eens zacht weer. Maar of dat zo blijft? Vannacht nog wel, dan blijft het zo'n 12 graden. Het is verder dreugen en wolkenvelden en opklaring wisselen elkaar af. Er staat wel een stevige zuidoostenwind. Morgen is de wind wat rustiger als vandaag. Hij voert wel zachte lucht aan. Het wordt zo'n 19 graden zelfs. Het is wel een vrij bewolkte dag. Op een lokaal spatje noord blijft het dreugen. Kijken we nog even wat verder vooruit. Vrijdag is ook nog een zachte dag met 19 graden. De dag begint wat nevelig en later is het bewolkt. De dag daarna gaat de temperatuur wat verder naar beneden. Het is ook licht wisselvallig met af en toe neerslag. En dit was Drenthe Nu voor vandaag. Meer nieuws vind je in onze app of op rtvdrenthe.nl. Daar lees je onder meer dat de Norgevaart en de Norgebrug tussen Assen en Huisterheide eindelijk worden aangepakt. Voor nu nog een fijne avond en heel graag tot morgen.